Koekabie, tikkertje, Chinees voetbal. Chinese tikker, handbal. Dikke Bertha. Ik speel voetbal. Dingen maken van klei. En Chinese voetbal. En dikkertje. Koud is super leuk. En ik drink daar graag alleen maar fruit op, want anders is het niet. Dan cola en Sprite. Ik wil graag geleden zijn zoals mijn mama. Mijn mama is al zo geleden geweest. Van de spoes. Ik ben Michiel Tange, ook genoemd als Foes. Dat is mijn coachnaam. En ik doe al van in het eerste leerjaars coach. Bij de kapoenen maak je bijna niet vuil. En bij de welpen overeind doe je toch je hart door plassen en al. Soms voetbal, soms verstoffertje. In de grachten springen soms. En soms ook sporten, ja. Op het veld lopen en al. Veel voetballen, soms de film kijken. Ook veel tikkertje en lopen en al zo'n dingen. En we doen van veel voetbal en ik vind het soms tof, maar soms ook niet. Ik doe het super graag, ravotten en over en door toch. Ja, rechtdoor, door beken, door nettels, door alles. Ik vond me wel heel stoer, ja. Meisjes die zijn, ja, een beetje slapper en wij zijn actiever. En wij doen alles weer graag. En dat vind ik veel leuker om alleen met jongens te spelen. Nee, dat meisjes zijn een beetje doorgaan. Altijd. We doen het alleen bij Valentijn en dan hebben de meisjes weer het spelletje gekocht. Kusjespel. Dat is echt niet meer leuk. Ja, en vooral eigenlijk niemand, maar dus leidsters zijn wel cool en tof. Meisjes zijn naar hoe? Meisjes zijn naar hoe? Meisjes zijn naar hoe? Je zit dan, ja, meestal zijn met je vrienden, of ja, het zijn eigenlijk allemaal vrienden. En ja, dat is dan wel zo tof om activiteiten te doen. En ja. We hebben ook veel meer vrijheid dan de welpen. En we mogen ook veel meer doen. De activiteiten zijn eigenlijk ook wel chiquer. En we hebben meer verantwoordelijkheid ook voor onszelf. Ja, we leren shorten en drie pakjes leggen voor op kamp. En ja, op kamp mogen we dat zelf leren koken. En ja. Op kamp mogen we ook kampvuur en we mogen ook al langer opblijven. En we mogen ook al wat meer doen en al. En we moeten ook alleen koken, ja, binnen de patrouille. Ik zie toch wel de stoerste. Ja, denk ik van. Dikke nek. Het zijn wel veel meer andere kennis die ook stoer kunnen zijn. Ja. Niet alleen nog jong. En wie is dan de stoerste? Ik weet niet, want hij niet. Ja, je hoort het gewoon al in de naam. Scouts, Guido. Guido is kak. Ja, Guido is slecht. Scouts is goed. Scouts is ook kak, maar goede kak. Wat ik dat scouts voor de zes? Leute maar, nee. En ja, met de matjes, speel en bos. En een keer iets drinken achteraf. Ja, bij de jongverkenners bleven we niet echt veel lang achter na de activiteit en hier wel. En ja, een betere band. Ja, dat ook. Het zijn al geen dachten die nog overvloed mee. Ja, ja. Dat is ook hoor. Kut erin. Je moet al veel meer kijken, ook als groep kun je ook meer terug doen buiten de scouts ook. Want vroeger kon je dat niet, dan zag je elkaar alleen in de scouts. En nu kun je samen weggaan en een avondje lang uitbluffen en ik zo doen. Ja. We gaan in de bus gaan spelen. Als school weer is en als minder school weer is, dus dat is het eerste. En we doen terrasjesactiviteit. We doen hier in het kakaal het wat gisteren. Leidingen tegen verkenners, zo opdraad doen met elkaar, zo gisteren.
Paintball normaal ook, dat is ook vrijheid. Alles dat zo heel lokaal omboom. Ja, we hebben het gevoel dat we verantwoordelijker zijn dan de jongverkenners. Ik ken nooit de jongverkenners. Ik ook niet. We zijn in ieder geval echt vrij veel verantwoordelijker dan de jongverkenners. Bij de jongverkenners had je hike, dat was met de leiding en al. En bij de verkenners heb je overlevingstocht en dat zonder de leiding. Dan moet je jezelf je plan trekken. Mijn favoriete activiteit, ja, dat is eigenlijk koffie met koeken. Dat is simpel, dat is lekker. Hey. Ja. Mijn favoriete activiteit is koeken en koffie. Want meestal zijn we creatief en pakken we dan taartjes met koffie. Dat is wel nog goed. Zeker die taartjes. We mogen dan ook bij de leidingen zitten, veel meer. En de groepsraad een heleboel. En we hebben toch ook een beetje de verantwoordelijkheid gekregen voor. Als ze er wat nodig hebben, moeten we er daarachter gaan. En achteraf, als ze er een boel veel gemaakt hebben, of er een feestje is geweest, dan moeten we er dan wat op kussen. Ik ga achter drank gewoon of het een of het andere, dat wordt er allemaal bij. Mm-hmm. No. En we eigenlijk, ja, eigenlijk hebben we geen mening, we mogen eigenlijk niet te veel eens de mond omtrekken. We moeten content zijn dan met hun bezig. Het is dat, voilà. We zijn er dan content mee eigenlijk. We zijn er content. Ja. In januari moeten we dan inspringen voor leidingen te geven, omdat ze dan in de examen zitten, de leiders. Nou ja, moeten we er dan leidingen geven en activiteiten voor een bereiden. Wow, op zich valt er nog redelijk wat mee, hè. Maar allee, de activiteiten zijn toch wel het moeilijkste. We kijken er veel op naar die mensen, dat ze goed mensen. Ja, we doen dat eigenlijk ook wel heren. En de leiders verdienen dat ook eigenlijk voor een keer een pauze te hebben, dus we vervangen hen er met veel plezier. Eigenlijk toen pas zie je, we halen dan eigenlijk zijn die de leiders. Eigenlijk dat hen, dat hut, die activiteiten voorbereiden en al. Dus, chapeau. Ze breken dus wel los aan af, omdat het eigenlijk niet zo goed is, maar we verstaan er dat, ja. Dat zijn onze helden, ja, er zijn nog maar behandelingen, dus ja. Dus mogen ze er dat toe, hè. We mogen er eigenlijk wel een keer content zijn, dat we een keer van de leider een keer leidingen mogen geven, om een keer te zien dat dat juist in had van het jaar, als de leiders zijn, hoe dat we juist moeten doen en allemaal. Ja, ja, dat is het belangrijkste. Dat is inderdaad, ja. Dat is gewoon echt ongelooflijk ook dat ze zich er eigenlijk allemaal verwezenlijken. En iedere week hier weer eens staan. Als je verplicht was, misschien moet dat te zeggen. Eigenlijk van jou hier. Zo weer er. Maar dat is allemaal een provisie. Vele waren. Olaf Verhuiden. Vijf, wapens, woe. Die pataten van de gans. Dat zijn al verloren avonden, hè. Oh, die gasten die nooit content zijn. Volgens mij klopt. Dat is echt kinderopvang, hè. Zorg dat het lokaal proper ligt. Maar echt boe, hè. Boe. Wat is al voor jullie gasten dat we doen? Hallo, ja, Marijn. Benedict. Ja, dat is een tijdje geleden, niet Marijn, dat we nog proberen een boek te maken over 50 jaar scouts in Lichtervelde. Zeker 10 jaar geleden. Ja, ik weet daar niet veel meer van. Ik weet alleen dat dat eigenlijk goed mislukt is, dat we er eigenlijk geen boek van gezien hebben. Ik ben er nooit gebracht. Nee, de bedankt tekst geschreven. Weet je daar nog veel van? Foto's verzameld. Ja, absoluut. Vooral die? Ja. Mogen velen van weten. Goh. We zijn bijvoorbeeld in Wijndalen, ben de jo. Stichter van de Scots geweest. Ja. Dat was een zeer warm en hartelijk gesprek. Eén van de stichters van absoluut, de Scots. Absoluut, ja. En van wat dat hem vertelde, weet ik wel nog in grote lijnen hoe dat de geschiedenissen van de Scots in elkaar zitten. Ja. Zeg, wat ik hoorde, is dat hier een archief in sinds kort. Ja. Is dat En kijk, ik hoorde dat dat in de kelder zit. Ik wist niet dat er hier een kelder was. Wist je dat niet? Allee. Hou maar dat onbekeken. Ah, vooruit. Door maar. Dus hier in het kampoenlokaal zit het archief van de Scots en de kelder. Hier bijhoudt en toen direct naar rechts, ja. Ja. Ja, en nu moet je dat hier, ja. Open doen.
Is dat hier de kelder, Marijn? Ja, het. Het is wel donker, weet je. Ja, ja, moet opletten en moet je een beetje steunen. Ik sta hier met mijn voeten in het water. Ja. Zie het passeren? Nee, ik zie niet. Het is in het vest misschien. Pak het lucht aansteken. Ja, mag het. Mag het, kijk hier. Ja, moet niet te veel bougeren alles is wel hier. Kijk, het staan hier nog kunstwerkjes ja, van 50 jaar geleden. Ja, maar dat was in de tijd zo, hè. Dus is kijk, een strijd. Auto. Wauw. Het is lekker om een netje. Het staat al een beetje hard op. De Schotse is gesticht in het jaar 60. En die eerste jaren, goh, dat was, ja, dat waren kleine spelletjes. Batten en brouwen, knutselwerkjes, hele kleine kringspelletjes. Maar een klein groepje, de leeftijden varieerden van 8 jaar tot 14 jaar. Maar geleidelijk aan, in die 10 jaar, die eerste 10 jaar, komt er meer en meer volk bij. Maar goed. Stap voor stap. En dat typeerde een beetje de eerste jaren. Nu, de eerste jaren, Benedikt, het je meer hebt bezocht of ik. Van het een naar het andere. Kijk, je hoort dat ze in de Wielro gezeten hebben? We zijn in Wielro gezeten. Ze zijn maar in 22 in Noembrugweg toegekomen. Ze zijn eigenlijk 12 jaar geschotteld van het ene naar het andere. Oei. Dat is een heel liefste, hè? Ja. Ja, het, ja het. Te lange van u hebt het zo. Oh, tuurlijk, ja. Mensen nemen dat niet aan. Nee, ja. Maar het staat hier meer of dat, hè? Ja, en ik staat er nog een molde in die kader. Zie ik het nog niet te veel? Mag ik dat niet volgen? Ja, ik vind hier de weg niet, weet maar één. Het ligt hier van alles in de weg. Wat? Kan je een beetje vast doen? Ja. Steek je die andere lucht dan? Ja, we zijn er. Kijk ze. Ja. Zie je dat hier? Wat is dat, hè? Het eindje. Het eindje, het archief. Ja. Van die eerste dag misschien. Nee. We zijn nog weer 10 jaar later. Ah ja. Erik Kaiser is erbij gekomen. Ah ja, ja. En Erik doet een legerdienst. Ja. En hij kost zo schorn voordat Erik kwam. Nice. Dan nog nooit van gehoord. Mooi. Maar Erik doet een legerdienst, hij brengt dan een heel nieuw karakter in de Schot, een heel nieuwe tendens in de Schot. Juist. En iedereen gaat erin mee. Geleidelijk aan gaat dat, hé. Dat gaat niet vandaag op dag. Ja, ja, ja. Maar ze leren charme. Ja. En ze leren constructies. En informatie staan. En informatie staan, dat vooral. En we kunnen dat hier goed in de Schot. Uur. Maar wat we ook doen, is op kamp gaan met de tante. Ah ja, ja. Jaren aan een stek. Oh, dat is allemaal Osan eigenlijk. En winterkamp? Winterkamp, zomerkamp, weekends. We zijn ook al weg. Ja, Jamborees, kom er ook nog een keer bij. Kijk, dat zijn hier de piketten. Ja, maar dat is hier van lange leven. Dat is hier van Tabiel. Van Tabiel? Ja. Is daar onder materiaal gevonden misschien? Zijn nog vrij veel materiaal gehad. Nog al zand trouwens. Ja. Ook weer, dankzij Erik onder andere. Onkel Benny de Klerk had ook veel aan mee. En mijn daar is materiaal. Dus leger materiaal. Mag ook mee. Ja. Maar dus in die jaren 70, in mijn begin, Schots worden, echte Schots. Ja. De Schots van Leidervelde, dat ze zeggen. Maar het verhaal is nog niet gedaan. Ah. We gaan nu geleidelijk aan naar ons nieuw lokaal. We zitten er al in. Ja. Maar we gaan twin, dat ligt hier een beetje verder. Dat archief van dat nieuw lokaal. Allee, hoe? Oh, ik zoek. Ja, maak dat niet voor. Ja. Ik vond. Ah ja, ik sta net nu hier, ja. Ja, het is een hele wandeling door de kaderen. Maar hoe zit het jaar 2020? In 2020 is naar hier gekomen. Ik weet dat zo goed, omdat ik toch geboren ben. Bah. Niet dat ik hier al direct in de Schots zat, het is nog een eindje geduurd. Maar ja, het van 2020, ik leg hier nog een gazette. Weet je hoe dat ze er toen een voor geld te verzonnen? En gazetten, sporen. Bah. En ze verkocht dat toen tot papier. Voor de negertjes? Maar nee. Dat was voor papier en cyclage. Ze kregen ze er zoveel frank de kilo. En hoe dat goed stond, verkochten ze een hele container, zodat bij de mensen hebben gehaald. Bah. Ja. En bij eerste week, ja, ik denk het niet anders dan hier papier op elkaar leggen. Heel sant. Je hebt dit papier. Bandwerk. De meeste brand uit hier papier. Hoe hier in de kamer niet? En wij hier boven de kamer, in de container. Het stond in een container, hé. En dan vulden we er dat. Het zat toen nu en toen in een Playboy bij, ofzo. Ja, met wat zie je, het was gewoon, het was hier naar de wapenzolder voor te kijken. Maar we leen dat toch weg, hé. Ja, maar dat toen, stond dat toch weg. En Erik vond dat toen, dat was toch niet wel. Ja. Ja, goed. Maar mijn moeder vond het niet te hoog, hoeveel. Hier kost je veel doen, hè? Ja, hier was het gisteren. Mocht, maar één. Kijk hier. Archief. Enkel leiding staat er hier. Kom, mooi naar boven. Moet ik er een keer? Ja. Mocht, kijk. Er zit nog pinten in. Geen probleem. Archief groepsruit. Kampen. Kaarten. Kampvisa. Enveloppen. Wat mooi vind je. Kijk, al de stempels. Stempels uit rond dit. Mooi. Dat is gewoon niet zo. Kompas. Hoe weet je dat ik kan lezen? Hij is een boek al gered, zie je niet? Hij moet er aan beginnen. Hé, maar zo'n beter kan beginnen. Kijk.
zet hier van alle papieren vindt. Met verhalen heb. Verhalen over het verleden, over het Scots kabinetje. Maar, ja, het, dit had hier eens gekregen zijn. Maar lees maar. Ik ga dat hier een keer lezen. Het gaat over Scotsvriendin. Scotsvriendin. Wij hadden veel Scotsvriendinnen. Vanaf ons verkennerschap begon het te kriebelen. Van al onze Scotsvriendinnen was er maar één de allerbeste. Met haar gingen we naar Shoddersnachten en naar Wintermales. Met haar gingen we dansen op elk districtsbal. In heel Lichtervelde en ver daarbuiten kende men onze vriendin. Waar je ook kwam, bekijks had je en zorgde onze vriendin voor opgewonden kreetjes van de omstaanders. Onze allerbeste vriendin, dat was het kamionetje. Nee, niet zomaar een bestelbusje, maar een kamionetje. Echter, alleen deskundige piloten mochten haar bereiden. En prima gedresseerd als ze was, viel ze op vaste plaatsen gegarandeerd stil. Niet omdat zij weer eens dorst had, maar omdat wij onze kelen nodig moesten spoelen. Zoals daar bij de molen in Ruddervoorde, of in het café in Zwevenzele, of daar aan de stage in Lichtervelde. En wij vonden dat allemaal niet erg, dat stilvallen. En dat kabinetje ook niet. Behalve die ene keer natuurlijk, hè, toen het al ferm donkerblauw duisterde en we met felle koplampen naar bij de kwakkel, even voor het fonkelnieuwe industrieplein stilvielen. Midden op de spoorlijn Torhout-Lichtervelde. Midden op de spoorlijn Brugge-Kortrijk dus. Midden op de overweg en we moesten ons haasten, omdat die spoorwegbel als een alarm begon te rinkelen. En omdat het langzame witte knipperlicht nerveus rood kleurde. En in dat fameuze rode licht zagen wij ons kamionetje nog liever. Hé? Maar we konden haar daar al zo niet laten staan, want die belichting, ja, dat zou ons in de kranten brengen. En Paul, die achter het stuur zat, bedacht een plan. En wij waren het roerend eens met dat plan. En zonder een groepsraad te houden, maar onmiddellijk beslisten wij om uit het kamionetje te springen. De slagbomen zouden bijna dicht gaan. En dus konden we haar maar beter van de sporen halen. In plaats van, ja, die groepsraad daar te houden. En dankzij onze duwervaring en dankzij Poolse stuurervaring lukte dat vlot en vrolijk. En de spoorwegen liepen geen vertragingen op die dag. Die ervaring werd zo een van onze stoerste kampvuurverhalen. Die we lange tijd koesterden. Cool was een woord dat we toen nog niet gebruikten. Kijk, dat staat er al mooi. Stek het maar zeer weer weg. Wat gaat u doen? Jojo. Hoe moet die puntjes wel meepakken? Dat is hoe dat. Enkel lady. Santé, Marie. Santé, hè, Benedict. Dat was vandaag die rondleidingen van het lokaal. Ja, 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 nu dat het zegt. Kom maar mee. Ga ik een tour doen. Hey, papa! Ah! Stondetje! Tot in branderend! Mooi hier weg! Dat is al veel beter. We gaan er niet binnen in het kapoenenlok, hoor. Want er zijn er ook twee lozers geweest. Je hebt dat al juist de ogen gezien. We gaan nu naar het verkennerlok. Allee, kom ik mee. Allee! Twee
4, 6, 8, 10, 24. Leeg, hè? Zijn ze weer goed aan de deur, die gast hier? Alleen maar cola, gastjes. Alleen maar cola, hè? Of Fanta. Niks anders, hè? Of platwater, of bruiswater, of frutsap. Maar niks anders, hè? Niks aan, hè? Hier zijn we in de grote zaal. Het is hier juist de werkvergadering geweest, zien hier. Het is hier proper, hè? En hier kunnen de gastjes ravotten en spelen. En... Ja, dit was de blitza! Dat was waar het in mijn wezen, hè? Kom on! Wat doen we met de kansboom? Dan is toch geen moment met de kansboom of de blitza! Kom! Sorry. Ben ik goed in beeld? Ja. Tja. Hier zit me op het wapenlokaal. Vroeger, hè, als je aan het wapenlokaal peisde, kreeg je ook een stofloemen. En biecht hem vooruit! Gelukkig eens hier een schone effene vloer geleid. Heel gepolieerd, gevernest, heel propertje netjes. Dat je niet spust, maar schone zeg. Natuurlijk, we gaan niet naar boven gaan filmen. Want, je weet wel, hé. Dat is alweer de moeite. Oh, la pola. Dat is hier het Yin-lokaal. Yin, dat staat voor... Jij en ik een noodzaak. Ik vind dat hier het leukste lokaal. Waarom? Omdat je hier goed kunt turnen. Hoe kijk je, gastjes? Dat moet aan de lusteren. Zie je man die lusteren? Ik kan daar naartoe springen. Ik ga me dan vast te grippen aan je zwieren. Waar weer? Goed, zie je het? Dat is hier het jongverkennerslokaal. Een zedige plaats. Oh, alsjeblieft zeg hier eigenlijk. Een kistzakken zijn dat hier eigenlijk. Kom aan zeg. Een bar dient voor ik iets te drinken. Maar toch niet voor... Ah, alsjeblieft. Als moet dat dan toch weg, hé, mensen? Niet in de PMD, maar in de vuurzak, hé? Zeg, we zijn rond, hé. Mijn heel het lokaal gedaan. Alle lokalen bezocht. Hopelijk vond je het de moeite. Ikzelf ken het lokaal natuurlijk een beetje. De andere mensen, misschien wat minder, maar hier een keer gezien. Omdat hij recht aan toe gaat. Zo hier weer mijn pieces niet, dat ik weer kan de contour verwarmen, dat hij niet toevliegt. Ja? Wat je goed, hè? Salutjes, hè? Jongens, komt slechter velden. Wat is dat nu? Iedereen weet wel dat het uit 5 tatten bestaat. Maar ook om die 5 tatten nu precies Justin. We hebben de kapoen. Daar is een kegel heel belangrijk. Want natuurlijk, als kapoen, moeten ze tussen de lintjes lopen. Dan, hij houdt een bol. Voor zijn spelletjes te spelen. Zachte spelletjes, lekker. Een trefbol, een voetbal. Maar ook een koekenbie, een stinkdozen. Maar dat is niet het belangrijkste van al. Hier, dat is belangrijk. Je verkleen. Doe like dat je een bandiet zit. Dus dat je die kapoen mee hebt. Dat ze mee zijn in het verhaal, dat ze in de fantasie kunnen laten kweken. En dat is eigenlijk echt bezig dat je een bandiet zit. Achter die 2 jaar. Dat zie je wel. En heb je echt niet veel lut nodig. Like hier, like dat. Een kussen. Nee. Is dat niet fantastisch voor de boom? Is dat niet een stevig fort hier? Oh, wel, bouwers.
dat zijn ze. En niet veel winnen. Wc-papier en een buzzer. Ik dacht het niet. Weet je ook dat er eigenlijk is? Dat zijn je kogels en dat is je geweer. Dat is je paintballbuzzer. En met dat als wel en je extreem zotte verhaal. Uiteraard worden er wel nog spelletjes gespeeld. Ruige spelletjes. En komt die winnaarsmentaliteit naar boven. En toen kan dat hier gerust wel een keer van passen komen. Maar vooral bij de wel, er al een vele kut. Dus ouders, je wilt, moet er ook een krachter komen. Hé. Tot die jongverkenner. Als jongverkenner moet je een uniform uiteraard in orde zijn. Want in dat geval niet is, moet je pompen. Ik wou zeggen, ja, ik wou gepompen voor de vrouwtjes. Maar we hebben toch liever een perfect uniform. En als jongverkenner zie je 14 dagen weg op kamp. Op tentenkamp. En word je eigenlijk een echte vent. Je moet zelf achterop gaan. Je moet zelf ook koken. Je wilt kampen. Je maakt het al mee. En vooral, je maakt het een groep mee. Je moet leren kloppen werken met de jongverkenners. En dat staat heel centraal bij de jongverkenners. Een koorde. Een koorde voor de sjorn. Ben, buiten. Het wordt er gewoon ingeramd met de jongverkenners. Bij de verkenners spelen we ook een steviger spelje, een ruiger spelje. Je moet er niet mee zijn, voor ik in mijn blauwe plek naar rustig gaan. Dat is echt de normaalste zaal bij de verkenners. En achteraf, dan zit je te hopen. Je drinkt een keer te hopen, je eet een keer te hopen, is dan een zak chips of een beetje bikkies. Dat doet er al niet toe, maar trouwt er dan vooral. Je kwik, kameraadschap, je zit te hopen en je leutert over van alles en nog wat. Maar uiteraard, scotstechnie moet onderhand blijven, ook bij verkenners. Ja, laat dat. Want erachter zie je in. Dat zijn de laatste stappen voordat je leiding zit. En dat draait het allemaal rond je terug. Je buitenlandskamp, waar je zotte verhaal mee maakt. Die verhaal laat nu wel even achterwege. Maar als je een zotte verhaal met je wil meemaken, je helpt worden. En moet je financiële activiteit doen, lijkt bijvoorbeeld een vijf. Maar voor een vijf moet je platen. Vele platen, dat je zichtbaar zit in lichtervelden. Trouw je natuurlijk ook niet alleen rond je buitenlands kamp bij je als je. Maar ook leren, ja, leren verhouden, leren activiteit voorbereiden. En dat gaat uiteraard gepaard met een potje koffie. Eén tasje, twee tasjes, vijf tasjes voor de zotte, allez. Dat is altijd normaal. En daarachter, dat zijn leidingen. En een echte leider, er kan je aan een hoed. Als een scootsnoed. En leidingen zijn, dat is veel meer dan 2 tot de 5. Dat zijn dat constant dat je mee bezig zit. Lek, hoe doe je dan bijvoorbeeld de scootsactiviteit voor het brein? Je kunt er alleen doen, je kunt het in een groep doen. Cowboys en Indianen. Maar als leider, we ook zorgen dat je dat al proper legt. Dus Henke zijn beest natuurlijk. Wat moesten ze zeggen, dat lukt dus wel redelijk goed. En achter de activiteit, zit het op. Al wordt er uiteraard op eentje gedrongen, eentje geleuterd, een beetje gebabbeld. En op die manier eigenlijk, heb je iedere dag wel een verhaal. Een verhaal dat je nooit gaat vergeten. Dat je bijblijft voor de rest van je leven. En verzamelt dat. En heel verzameld. Geen fantastische heel. En kun je eigenlijk zeggen, ja, ik heb een goed carrière gehad. Ja, ik heb een fantastisch kopsleven. En ik ben er echt zo trots op. Heb dat goed zin. Er werd me gevraagd voor een anekdote te vertellen. Maar goed, als je zo lang in de scoots gezeten hebt en veel meegemaakt hebt, is dat vrij moeilijk. Maar er is één tode die me direct te binnen schoot en dat was het Krop Monsieurkamp. Als je leidingen met blozende kanten ziet lopen, het is wel blozen werd ook van het was nog een al te sappige anekdote. Maar ik ga die niet vertellen, ze mogen op onder twee woorden slapen. Dat is een tot als Nunder en ik. En ook, hij is juist gedaan met eten, het is ook een, dat je 7 euro dat je in de vuurbak gesmeten hebt in de plekken.
Maar ik kan hem tot anders voelen. Als je zo'n voorwerp bio weet, dat is ook veel gemakkelijker voor hem tot te komen. En dat is in een frisbee. Dan moest hij op dat moment dienst doen als taloer. En dat was tijdens kampen rond Brussel. Dat was het onderdeel bestaan van scouts en gidsen over heel de wereld. En we waren dan op 2 dagen in Brussel. Ik weet het nog goed, we waren toen hier. En Zutten was daarbij, en Jeffrey was daarbij, en ik. En onze leiding uiteraard. En we mochten ons s'avonds als Jin in de leiding staan. Dat was een uitzondering, maar een chance, want normaal mochten dat niet. Nu, ook was het probleem, zo uit de hou of verbonden tot georganiseerd, dat is zo nogal redelijk pedagogisch soms. En we moesten met de oosten zo vroeg gaan slapen. Nu ja, we mochten daar in de leiding staan s'avonds. En we drinken er een pintje, heel op de mak. En tegen ten een, als ze het niet beter hebben gevonden, van eigenlijk gewoon de muziek uit te doen en te zeggen van ja jongens, het is hier eigenlijk gedaan voor jongeren. Nu ja, je weet er ook, de scouts van Lichtervelde, die drinken hier nog een keer in. En 2 ook. En om een keer, waar mijn ouderen, dat was in een grote tent, een circus tent. Om een keer waren mijn ouderen zo getokkel van die bussen, van die tentenbussen. En toen stond hij aan bezig, ja, dat hebben we niet anders gevonden dan 2 bierflosjes te pakken. En tegen die bussen te staan slaan. Ik vind dat geest dat was. Dat kwam, oh, dat kwam super muziek en zo. En iedereen kwam er rondstaan. En natuurlijk, ja, onder andere, ik ook, kost het zelf ook niet luiden. We hebben gedaan, ik heb een bak bier gepakt en mijn begin met lege flosjes, zitten trommel en muziek maken, heb dat bier, heb die bakken, heb de vloer, heb die tuin. Dat was eigenlijk, ik weet niet hoe geestig. En oh, dat volk ging toch rondstaan, ongelooflijk. En ze kosten ze niet zeer in een goed drinken. Van iedere keer dat er flosje brak, ga een seconde tijd voor een nieuw te moeten zoeken, ga krijgen alleen van iemand die hem zo te dronken. Dus ja, mijn dat de rollen zit nog 2 uur kunnen rijden en in de klaar van de ene in zijn bedden. Het was 3, hé. Ja, allemaal weer alleen eens gewoon in de avondtijd. We waren op kamp in de Rebuy met de verkenners, op winterkamp. Het was vrij koud, maar al 2 nachten naar min 12 vrouwen gehad. En kleine tuintjes, Nevada tuintjes. En de laatste nacht was min 17 graden. En men beslist voor de nacht eruit te trekken. En we lagen naast de spoorlijn van de Rebuy Beaumal. En men steen van het spoor gepakt, bij ons kamp vier geleid. En achterna die steen begon. Overal weg te skiën, overal naar onze been. We worden direct weer water, want als je nacht eruit trekt, zien we zo fris. Nu, de nacht heeft langer geduurd. En tegen de vroege nacht, jammer de baken, viel hij slapen op de patrouillekoffer. En viel gewoon recht voorover in dat vier, in ons kamp vier. Zijn slaapzak begon te fuzen langs alle kamer. We trekken hem rechten, we zetten hem weer op zijn patrouillekoffer. Ja, zoals hier of taal, je bleef gewoon slapen, je viel gewoon weer vroom, rechten voorover in dat vier. Weer aan het feuzen, weer paniek en weer rechten gezet. En dat is mijn anekdote. Op een Herbemont en dat was eigenlijk een hopskamp. En dus, ik word leden van de Lapen, van de stand gezet, van een voorpost rest. En toen was dat de gewente, dus een groepskamp, dat was eigenlijk met fouriers en de leidingen van alle takken. En dat was toen soms de gewente dat er een stapje in de wereld gezet werd. Maar er moesten altijd leiders tussen blijven natuurlijk. En in een avond waren we er een van de ongelukkigen die moesten tussen blijven. En we sliepen met er. En dan ben ik eerst morgens rond de 5 of zeker. Waren we er gasten, ja, dus de leiding uit geweest in dat dorp. En ze kwamen meer, dus met hen een fiets. En ik hoorde niet eens zeggen tegen anderen, ga je nog lachen van je fiets? En waar is die zaklamp hier? En we zaten er nog een kwart te kijken, de leidingen die water kwam. Het was al klaar, dus het was zeker niet bij donker. En ze waren op zoek achter hun pilot voor de tent te gaan. Dus natuurlijk, ze waren redelijk gelanceerd. Hey. En als ze moest opstaan te 7 over, was dat iets minder. Dus, Een anekdote. Goh, ik kan heel eens goud spijzen, maar ik kan pijzen aan mijn wapenkamp in de Moerkensheer in de Pintje. Dat was een wapenkamp met, ik weet dat Romeo Bartsoen de leider was, en dat hij hem altijd de Minotaurus speelde. En we moesten toen eigenlijk de Minotaurus proberen te verslaan. Dat was met Van Diezmo-bussen, dat we meteen zijn kop moesten slaan, en als wapen vonden we dat fantastisch. Zelf dat dan nog altijd gebruikt wordt. Maar ook in datzelfde kamp werd de basis gelegd van de ontvoeringen, waaronder dat een latere generatie, dat ik de leidingen waren, ook werd ontvoerd. Dus in Moerkensheide, toen was er nog geen stromend water en moesten we iedere keer met bedongs tjoen, dat hoofdgebouw, dan een kraantje, voor eigenlijk bedongs met water
te gaan al drinkbaar water weliswaar. En plotseling hebben we dan een zak wit poeder gevonden, dat midden zeker rust naar thuis was, dat had zelfs nog voor hiervan geproefd. Is het maar niet slecht geworden, zeker. En s'nachts is er een ontvoering gebeurd. Voor een lang verhaal kort te maken. Fantastisch kamp. Schone herinneringen. Vooral de Mickey Tettings. Het zat er veel van. Wat wil ik eraan toevoegen? Dat we dus inderdaad in de tijd begonnen zijn met het oprichten van de Oudcoach. Aangesloten nationaal bij Vossoch. Als groepering. En van daaruit zijn er natuurlijk heel wat evenementen nog gebeurd. Dus we rijden ook een vijftal evenementen in per jaar voor onze Oudcoach. We zijn nog met een Hanse Club samen. Wat is er daar ook uit ontstaan in de tijd? Dat was inderdaad de Vlottentocht. Waar we veel hilarische momenten in beleefd. Vrij veel anekdote, maar als ik daar nu bijna aan vertel, zitten we hier waarschijnlijk tussen hier en 2 of 3 uur nog. Wat dat er veel ouders aan van herinneren, als ze het horen, dan is de klucht over het rakettenvet. Het opbouwen van de vlotten, waar dat er ook stoten in gebeurd zijn, waar dat we zelfs met planken die op en neer gingen, dat er iemand onder, met zijn schoene kostuum onder het vlot belandde en die dan in de modder langs de andere kant er weer uitkwam. Wat hebben we er nog allemaal beloofd? De nachtelijke evenementen die er rond gebeurden, die in de potten gaan snuisteren voor nog iets te vinden voor te eten. Toen ben je plaats van met een tweetal, drietal biertjes weer terug naar je bed, omdat er geen eten meer te vinden was. Enzovoort, enzovoort. Wakker worden tussen 2 politieagenten, zonder dat je beseft wat dat er gebeurt. We kunnen er honderden opnoemen. Het weervinden van een winkelkar onder de brug, ten aanzien van 500, 600 omstanders die daar staan. Maar de ganse muziek op het vlot, enzovoort. We hebben alles gewonnen ook in die tijd van de prijs. Het grootste aantal deelnemers, het best versierde vlot, het thema. En we hebben jaren gewonnen. En zo kunnen we nog uren verder gaan in feite. Als lid en als leidingen veel geestige weekends had. Maar er is een weekend dat me herinneren, Kam No Babi, als jongverkenner. Dat was een heel tof weekend. Maar er was een leider mee, Jeffrey. Een hele goede leider, we. Een hele goede leider, we. Een hele goede leider. Maar je was hem heel dat weekend bezig met een meisje te versieren die op krikken liep. Hij riep hem heel snel, krikken, krikken naar haar, krikken hier, krikken daar. Maar het lukte niet echt voor haar te versieren. Wat grappigste van al was, op het einde van het weekend liep hij zelf nog met krikken. Wel in de tijd dat we dus, dat groepsleider was, gingen we dus tijdens de week tenten gaan plaatsen voor onze kasten spijzen. We hebben soms weekends dat we 6 tenten gingen gaan zetten. En dat was dan de vrijdag gaan plaatsen, of de donderdag soms zelfs al. En dan de maandag terug gaan afbreken met in de tijd ook onze beroemde kabinetten van de schools, die groene. Waar we eigenlijk ook veel amusement mee gehad hebben, ging dan mee dan in de tijd naar de herfstontmoeting. En we waren natuurlijk de favoriet met die kabinet, waar iedereen in die dubbele cabine kon plaatsnemen, met alle materiaal mee. We hebben eigenlijk goede tijden beleefd. Ja, eigenlijk niet verantwoord. Ik ben een keer op winterkamp geweest met de verkenners. En ik had een filmpje gezien op televisie hoe dat we kosten met de Shoring-constructie. Een katapulte man, een grote katapulte, hij kost om meest mee of schiet. En iedereen vond dat eigenlijk in de patrouille een vrij goed idee, de leiders ook. En dus hij was toeter was. Je hebt toch een schone hellingen die naar beneden gaat en die katapulte zet je een beetje naar de top van de berg. En ik heb dan de katapulte gemaakt, dat was een constructie, charpon en autobahn dan met elkaar hangen dan. En we trekken weer niet in een verkenner achter een ander nacht uit, voor het uiteindelijk af te schieten en zo, weet je wel, de human cannonball. En dat was vrij gisteren zo door de lucht vliegen en toen in dat slikland. Toen dan Stefan Rispert afschieten. Die jong vliegt door de lucht, komt neer. Ik kost al niet meer lachen. Een vizier komt heel. Uiteindelijk is Stefan de kerstvakantie in de klinieken doorgebracht, in Ypres geloof ik. Terwijl we drie eigenlijk kerst en nieuwjaar gevierd hebben. Hey. Hey. Wat hoor ik aan die andere keer doen? Ben 5 minuten. Ik ben er nu totaal niet ref voor. Jawel, ben 5 minuten. Kun je niet eerst een andere in de straat doen ofzo? Oh ja, ik heb er verschillende, maar één die misschien wel, die me wel bijgebleven is, is hem
verkennerkamp, een keer als verkennerleider, dat ik 3 of 4 keer met de gastjes naar de doktoren moeten gaan. Maar ze hielden dingen in de benen aan, dat bloed was. De eerste keer was Bert Boone die met een bil in zijn been had gezeten. Klonk vrij erg uit de gasten af, kwam van ja, je hebt met een bil in zijn been gezeten. We hebben er allemaal het eerste, maar uiteindelijk viel het al goed mee. En toen heeft Nathan van Nevel nog 2 keer tegen een piquette gelopen ook. 2 keer met zijn andere been. En die tweede keer was de derde keer dat we naar de dokter moesten. En dat was ook nog rappen, dat was zelfs al. En we waren met de leidingen op bezig een spelletje aan het spelen. Dus ben ik een banaan. En zodat dat heb je in je hoofd staat geschreven. En dan moet je er vragen raden hoe dat is. Of ik stond er Hitler in mijn hoofd. Dus ik moest raden dat ik Hitler was. Maar ik moest heel mee naar de dokter omdat ik best de Frans kostte. Maar ik was op dat moment al vergeten dat er Hitler in mijn hoofd stond. Dus ik heb heel dat gesprek met die dokter en al gedaan. Wist dat er Hitler in mijn hoofd stond. En dat heb ik maar achteraf beseft. Dus de dokter had misschien wel een beetje raar gekeken. Ja goed, ja, we zaten ook ergens 50 jaar zeker en we zaten op tentenkamp ergens in Dardenne. En naast ons was er nog een ander groepje, dat waren Waalse meisjes. En nu en dan, het was in de rivier en al een beetje elkaar leren kennen. DLP en een party DJ. Was kruidsoloos, houdt hij nu breng. Oh, seks is een last en zijn leven. DLP, de Hansje Pornokun. Een bazaar en een Vlaamse rapper. En een part-time bazaarkloot. We kan tien en lekker in. En lukt maar lekker de beste met respect. Voor buzzen echt rood. Junior en een ladies man. Zelfs hoe danst die lekker Jeannette. Een meisje staan in de leren. Seks dat die wilt. Die wilt liefde, passie en hitte. Mijn man, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen zonder hitte. Mijn man, dat moet je mee soms wel. Sentimenteel te doen. Met maar 40 is een fenomeen. En af en toe stopt hij zelfs maar babbelen.